Voilà. Solidariteit. Zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen. De goede persoonlijke reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen. Maar nu gaan we er echt voor gaan. Dus here we go. Wat is een beetje uw endgoal? Heb je een endgoal? Ja, ik moest er nog niet opgevallen zijn. Ik leef een beetje voor het bedrijf. Hè. Ja, maar dat ken je anders. Dat is ook zo, moet niet flauw over doen. Nee, ik heb nooit een droom echt gehad. Kijk, ik hou van constante evolutie. En ik denk dat ik het heel saai zou gaan vinden, mochten we de komende 3 jaar hetzelfde gaan doen. Mm-hmm. En zo incrementeel onze omzet wel een klein beetje zien stijgen. En dan UPA, dan denk ik dat het saai wordt. Hè. We houden niet echt van puur running business. Dat is algemene mindset binnen IO. Hè. Mm-hmm. We houden niet echt van puur morgen weer hetzelfde gaan doen. Mm-hmm. En ik zeg intern, voor mezelf zeg ik altijd, zolang het boeiend is, leuk is en het continu verandert en beweegt, en dat doet het al 17 jaar, dan ga ik me amuseren. Ja. Als het morgen hetzelfde is en meer van hetzelfde, dan denk je dat het ooit saai wordt. Ja. Dat is één ding. Okay. Maar ik vind mijn droom ondergeschikt aan de droom en het welzijn van het bedrijf. En wat ik intern altijd tegen zeg, en dat vind ik veel belangrijker, de dag dat ik zeg, jongens, ons bedrijf is af, dat is de dag dat ze mij moeten buiten dragen als CEO. Ja. Dat is de dag dat ik officieel blind geworden ben voor de eigen gebreken of de eigen mogelijkheden die er nog liggen. Ja. Dus ik zeg intern altijd, ik heb geen droom. Het bedrijf moet een droom hebben, een stip. En van zodra dat ik denk, als CEO, we zijn er, moeten mij buiten dragen. Ja. Dat is wat ik echt altijd, dat is al grappend, maar daarmee zeg je heel veel, wat ik altijd voorop stel. Die constante evolutie, dat is supercool en je doet het inderdaad al 17 jaar. Dus gaat er ook niet zo'n klein gevaar dat je zo misschien even zo een periode stabilisator mist? Dat je zo even moet... Maar je hebt waves. Je hebt altijd waves. Ja, waves sowieso. Je hebt echt wel, en gelukkig niet zo, maar gelukkig boven. Maar je kan nooit, wat we hier nu gedaan hebben, en dat is ook geen geheim trouwens, we hebben de voorbije de eerste 3 jaar van onze versnelde groei, 2018 tot 2021, hebben wij gezegd, wij gaan in hoog tempo de juiste teams in de Benelux samenbrengen. Ja. De komende 2 jaar in de Benelux ga je heel weinig van ons horen op het gebied van acquisities, want de komende 2-3 jaar zijn voor ons stabilisatiefase in de Benelux bijvoorbeeld. Vandaar dat we in 2022, begin dit jaar, IO gelanceerd hebben als merk. Dat is maar 6 maanden geleden. Hè? Soms staan wij er niet bij stil hoe snel het eigenlijk gaat. Mm-hmm. Een van de achtergrondprojecten is dat we 30.000 vierkante meter campussen aan het inrichten zijn. Dat is veel. Op 9 locaties zijn wij alles aan het doen, zoals de campus hier in Herentals. We zijn 9 campussen aan het bouwen op dit moment. Ja. Dus we hebben heel veel projecten om die stabilisatiefase in de Benelux. Ja, inderdaad, je bent zo groot genoeg dat je zoveel verschillende velden actief zijn, dat je even daar stabiliseren, daar verder evolueren. Maar dat we nu in de Nordics volgende stap aan het zetten zijn. Dit najaar, we gaan nog niet veel van zeggen, maar er gaan coole dingen aankomen dit najaar in de Nordics. Want terwijl dat de Benelux aan het stabiliseren is, kunnen wij in de Nordics gas gaan geven de komende 3 jaar. Ja. Dan gaan we daar naar de volgende wave. Cool. Zie een vraag. Denk je dat je vandaag staat waar je staat, omdat je profiel wel nood heeft aan een beetje gezonde chaos? Dus ik zal bijvoorbeeld zeggen, een adrenaline junkie, je bent geen adrenaline junkie, maar iemand die extreme sporten doet, moet enorm rustig zijn en gebalanceerd op eigenlijk de drukste momenten. En wat ik hoor, is dat je wel een bepaalde energie en beweging nodig hebt in het bedrijf om je energie eruit te halen. Absoluut. Maar dat is een vorm van chaos, want constant verandering en overname, er is chaos. Maar in je hoofd is dat misschien rustig en ziet je de structuur en de verhaallijn, maar je hebt toch wel die chaos nodig, waar jij dan orde op toepast. Ik heb een bepaalde druk nodig. Oh ja, wel noem het zo. Ik was eigenlijk de student die 5 voor 12 begon te studeren. Ja. En zei, oh ja, maar morgen is het, nu ga ik echt wel moeten beginnen. Ja. En ik probeer mezelf continu misschien in een moeilijke positie te zetten, om mezelf heel veel druk te geven, want ik weet dat ik daar eigenlijk van ga presteren. Stressmanagement. Ja. En dat is een stukje wat ik probeer mee om te gaan, zonder om te vallen. Ik ben gelukkig nog nooit omgevallen. Ik denk, not even close, maar je kunt dat van jezelf heel moeilijk zeggen, volgens mij. Maar ik heb wel een klein beetje de indruk nodig. Ik hou echt wel van een bepaalde uitdaging. Drukte. Ja. En een uitdaging. En er moet wat deadline en wat druk. En ik hou van snelheid. Het moet vooruit gaan. Ja. En ook heel duidelijk, to the point enzovoort. Ik zeg ook altijd intern, als je mij een mail stuurt, kan perfect, je gaat binnen de dag altijd een antwoord hebben. Ja. Maar houd hem gestructureerd in bullets. Ja. Lange mail, nee, dank u. Nee. Bullets, kort, to the point, prima. En ik werk elke avond nog naar een inbox zero statusje. En dat probeer ik heel kort op die bal te houden en dan hou je dat. Ja, dat vind ik wel leuk. Wat zou je als reden zien dat IO vandaag eigenlijk staat waar het staat? En wat zou je zelf daaraan durven toe-eigenen? Ik denk,
altijd een aantal externe factoren. Ik denk dat de tijdsgeest rijp is voor wat wij aan het doen zijn. En we qua timing eigenlijk in België de eerste waren om met een consolidatieoefening in onze sector op deze schaal te starten. Dus denk extern, juiste timing. En het geluk dat er nog niemand anders dat de voorbije vijf jaar gedaan heeft. Ja. Hè? Misschien in België om te beginnen al. Dus ik denk, timing, extern, sector is heel versnipperd. Juist moment, juiste sector. Okay. Maar eigenlijk, kijk, 10 jaar geleden had je Wave 1. 12 jaar geleden bij wijze van spreken had je webbouwers, webbedrijven. En had je marketingbedrijven en creative agencies. En op een gegeven moment is iedereen zich digital agency gaan noemen bij wijze van spreken. Of full service agency. Ja. Ook al hadden 10 developers en 1 marketeer, je werd in 1 keer full service. Mm-hmm. Waarom? Omdat toen de eerste signalen er heel duidelijk waren dat klanten meer en meer naar een full-service partner op zoek waren. Maar dat was heel faciaal. Hmm. Je kunt dat wel op je brievenbus zetten dat je full-service bent, maar ben je dat dan ook in de praktijk? Hè? Dus dat moet ook kunnen deliveren. Ja. Absoluut. En ik denk dat wij, omdat die oefening truly full-service, truly end-to-end waar te maken, dankzij Buy & Build versneld, maar dankzij Buy & Build ook echt die schaal echt in de diepte. Ik denk dat wij de eerste waren, nu niet meer de enige, maar wel de eerste zijn in België om dat zo te doen op deze tempel, dus dat is voor mij de externe factor. Ja. Ik denk, wat ik mezelf mag toeschrijven, denk ik, is ook bij, niet alleen bij mezelf, maar bij het bedrijf die gezonde druk proberen op te houden. Ja. Okay. Ook al is misschien de vorige stap nog niet verteerd, laat ons toch al maar die volgende stap initiëren. Ja. Okay, ja. Dus ik denk dat het zetten van een bepaalde druk op een zo positieve mogelijke manier. Hè. Jo, maar dat mag ook een beetje negatief zijn. Mag, we zijn allemaal veel empathisch vandaag. Zet maar wat terug. Dus. Ja, maar ik, dat is zo. Mag een beetje... Ik denk dat de meeste mensen dat gewoon nodig hebben, hoor. Maar ja, ik denk... Tuurlijk. Mensen is lauwer. Hey, vroeger was het ook, hè. De tijger komt uit de bossen, hè. Ja, ja. Hij staat er, hè. Ja, maar ja. Dan is het wel... Dat is nu wel heel extreem, maar het is wel zo. Ja. En maatschappij is helaas... Zeker met al die gemaksheden. Absoluut. Allemaal gestreefd naar hoe makkelijk kunnen we het ons maken. Ja. En dat is ook onze tijd geworden. We zijn erin geslaagd. We zijn ons doel voorbij gestreven. Een mens is per definitie een lui beest en zorgt altijd maar om het makkelijker en makkelijker, inderdaad. Mm-hmm. Dan proberen we onszelf buiten die comfortzone te duwen. Mm-hmm. Maar dat is even wat ik aan mezelf een beetje toeschrijf. En waar dankzij wat hebben wij succes? Dat is niet alleen dankzij extern of dankzij mezelf helemaal niet, maar voor 80% dankzij het feit dat er een team staat, dat heel duidelijk weet wat de stip is, dat heel duidelijk gelooft in waar we naartoe gaan en waarom dat we dat aan het doen zijn, dat dat een toekomst heeft in onze sector voor onze klanten. En dat een stukje vertrouwen heeft in iedereen die er staat, in elkaar, een stukje hopelijk ook in mij, dat we dit met het juiste team aan het doen zijn.